Ik was vroeger altijd al wel veel in de keuken te vinden bij mijn ouders aan de boerderij. En dan, weet je, we waren gewend om veel te werken. En in principe, ik ben de oudste zoon en klassiek gezien vanaf vroeger neem je dan de boerderij over. Maar mijn ouders hebben me altijd daarin vrijgelaten. Koken vond ik gewoon heel leuk en altijd wel in de groententuin met mijn moeder te vinden, weet je wel. En van water en bloem maak je brood. Dat je gewoon van een mooi, eerlijk basisproduct nog iets veel mooiers kan maken, weet je wel. En dat daardoor gasten die bij je komen, dat ze zeggen van ja, dit is ja, zo mooi, zo lekker, zo leuk, weet je wel. Gewoon gasten op een ja, goede, leuke manier, creatieve manier verrassen, weet je wel. Normaal gesproken als heb je heel veel fysiek contact, maar ja, nou ja, soort van. Maar je gaat vaak naar tafel of je legt gerechten uit. En ik zorg dat ik bij iedereen aan tafel kom en je maakt een praatje. En ja, dat is helemaal verdwenen nu natuurlijk. Want we staan hier nu natuurlijk de maaltijden, de menus in te pakken. We bezorgen ze. En soms heb je een praatje aan de deur op afstand, maar dat zit ook. We nemen volgende week een besluit over de situatie na 28 april. En daar kan ik vandaag nog niet op vooruit lopen. Zie. En in die zin is dit inderdaad dus ook een beetje een tussenweek. Maar zoals ik eerder al zei, het lokaat met loket gaat zeker niet ineens helemaal open. Hoe vaak gaan we spelen? Wat gaan we spelen? Wie, wat ben ik? Natuurlijk haal je er energie uit als je iets bedenkt en wat aanslaat. En er zijn ook dingen die je bedenkt wat minder aanslaat. Of wat je denkt van ja, dat had ik niet moeten doen of anders moeten doen. Dat, ja, je doet dingen voor het eerst, daar leer je alleen maar van. En als je op je bek gaat is prima. Maar wat voor dingen kan je bedenken om maar leuk en nieuw te blijven. En zodat mensen ja, bij je blijven bestellen. Want er moet, ja, er moet gewoon geld binnenkomen. Want anders heb je geen bestaansrecht meer. En dan kan je de boel failliet laten verklaren. Dat is niet wat je wil natuurlijk. Normaal als we het in het restaurant doen, doe je het mooi op een bord, zeg maar. Maar ja, nu moet je het meegeven. Het moet praktisch zijn. Het moet goed te vervoeren zijn. Hygiënisch. En dan ja, kijk je naar wat er te bieden is op dat gebied, zeg maar, met verpakkingen. En uiteindelijk geef je het in een bakje mee. Mensen kunnen het uit het bakje eten, maar in principe doet 95% doet natuurlijk zelf op een bordje. Het is zeker een beetje overlevingsmodus, maar je probeert er dan toch wel het beste van te maken. En het maximale eruit te halen.